gebeuren ging. Aan het begin van mijn leven werd ik geboren. De ziekenwagen reed met een hoge snelheid en loeiende sirenes naar het ziekenhuis. Mijn vader kwam in zijn knaloranje Opel Rekord spotwagen achter de ambulance aan. De buurt was ongerust omdat mijn moeder de eerste was die een kind kreeg in het rode dorp. Dat bestond uit een wijk van slechts een paar straten aan de rand van het echte dorp. In de ogen van de rest van de gemeenschap waren wij links en werkloos. Voor het ambulancepersoneel was geboorte in de ziekenwagen een unicum. Na afloop stonden we in het schemer tussen de open velden langs een winderige landweg. Mijn moeder met haar eerste kind op de arm en mijn vader, die nog naast de draaiende automotor, stond te huilen. Een broertje of zusje kwam er niet, wel was er Petje, Petje Schippers. Mijn enige echte vriend in het dorp en ook enigst kind. Petje was een druk ventje met pikzwart haar en ogen die bijna uit zijn kassen knalden. ADHD kende men toen nog niet. Als ik naar school ging, haalde ik hem altijd op om de laatste 100 meter samen te fietsen. Elke ochtend parkeerde ik mijn fiets tegen het gamle tuinhek. En als ik de poort opendeed, rinkelde er een bel en dan kwamen de honden aanrennen. De beesten konden maar niet aan mij wennen. Het kleine schoothondje was oké, maar heel vies vond de opening. Daarnaast hadden ze een herder, een vals beest dan een opgerookte sigarettenrook. De herder sprong altijd tegen me op, totdat ik omviel. Petje moest er hard om lachen en liet het net zo vaak gebeuren, totdat ik het niet meer trok. Dan gaf hij het beest een trap of gooide een steen naar hem toe. Goedemorgen, zei hij dan. Het klonk helder, te midden van de chaos waar hij zich in bevond. In de achtertuin stond een doorgerotte caravan. In de bomen zaten kippen. Overal lag rommel, lege blikken bier, emmers, peuken, vergaan speelgoed, hondenpoep en morsige tuinzet. Ooit was er met frisse moed een begin gemaakt met een vijver. Toen de kuil was gegraven, hadden ze geen zin meer. De reis is belangrijker dan het doel. Petjes moeder had een log lichaam met erop een grauw hoofd. Elke ochtend zat ze aan de keukentafel te roken, caballero's en extra grote verpakking. De keuken stond blauw terwijl Petje vrolijk over het doffe kliknominaat drentelde. De vader van Petje was 's morgens altijd al weg. Overdag runde hij de autogarage en 's avonds de kroeg van het dorp, Café Schepers. De inbrekerskroeg noemde mijn ouders die. Ik kwam er alleen als ik een pakje check voor mijn moeder moest halen. Het rook naar leren jassen en smeerolie. Ik was bang voor de lage stem aan de bar. Wat moet je dan hier? Het maakte altijd dat ik daar zo snel mogelijk weg kwam. In de keuken zat Betjes moeder met trage, diepe teugen te roken. Dan kwam het moment waarop ik elke ochtend wachtte. Betje poetste bij de gootsteen zijn tanden en spoelde daarna zijn mond met lauwe B-merk-cola uit een plastic fles. Elke ochtend. Zonder blikken of blozen keek zijn moeder toe. Betje glimlachte. Op een middag fietste Betje en ik terug van de gymles die plaatsvond op het voetbalveld aan de andere kant van het dorp. Een eindje achter ons fietste de Turkse jongen van onze klas, Mohammed. Betje keek me ineens ernstig aan. Ik heb een heel nare droom gehad. Wat dan? Ik kan het niet zeggen, het is veel te vies. Zeg dan, Betje. Maar niet durf vertellen, hè? Tuurlijk niet. Ik wist dat er iets goeds aankwam en als ik meer vrienden had gehad, zou ik het zeker doorvertellen. Ik droomde vannacht. Het was eerst gewoon normaal, hè wel. Ik was aan het spelen in de achtertuin en mijn vader riep dat ik naar bed moest. Ik liep naar boven, maar het zag er heel anders uit. Een heel ander huis of zo. Aan zijn gezicht zag ik dat de clue nabij was. Toen ik boven kwam, lag mijn moeder helemaal naakt op bed. Hij vertrok zijn gezicht en mijn mondhoeken begonnen al een beetje te trillen, omdat ik mijn gezicht in de plooi probeerde te houden. En wat deed je toen? Ik fietste maar je maar kunt bedenken. Ik kleedde me heel langzaam uit en ging bovenop haar liggen. Ik dacht aan zijn moeder, een log, rokend dier. Met je moeder? Schreeuwde ik. Mohammed kwam naast ons fietsen en zei, wat is er met je moeder, Bert? En hij keek ons schaapachtig aan. Ik passeerde bonte brug waar in het hart de kerktoren stond, eromheen wat huizen en daar weer omheen alleen maar weilanden. Net daarbuiten, tussen de velden, lag het rode dorp. Hey Mohammed, mijn ouders zijn weg. Komen jullie bij mij brommen rijden? Ik vond het sympathiek dat hij Mohammed ook mee vroeg, want de familie Schepers mocht de vreemden van het dorp eigenlijk niet. Petje trok de grote schuurdeur open en trapte wat blikken aan de kant. Daar stond het brommetje, een poeg. Ooit was het een mooi ding geweest, maar Petje had het grijs geverfd. Een tel later stoomde Petje de tuin door alsof hij op een wilde knol zat. Alleen al door ernaar te kijken ging mijn hart sneller kloppen en gierde de adrenaline door mijn lichaam. Meer dan een brommer viel er hier niet te wensen. Door het lawaai van de bromfiets kwamen de honden naar buiten. Ze renden met Petje mee en blaften hard. Aan de kant, kutbeesten, schreeuwde hij. Met ongecontroleerde beenzwaaien trapte hij de honden opzij. Tikte Mohammed op zijn schouder en wees op twee kippen die voorbij schoten. Kijk, kippen, zei ik. Terwijl ik de kip probeerde te vangen, vertelde ik het verhaal over een verjaardagsfeestje waarbij Petje en ik de kippen in de lucht hadden gegooid en moesten omlachen. Ik dreef de kippen in de hoek.
angstig keek hij me aan en in paniek fladderde hij wat omhoog. Voor Betje had ik geleerd dat je een kip bij zijn poten moest pakken. Trok de mouw van mijn jas op mijn hand, ging door mijn knieën en dreef hem opnieuw in een hoek. De kraaloogjes van het dier hielden me nauwlettend in de gaten. Hij voelde dat hij ging verliezen. Ik graaide het beest van de grond. De kip spattelde en met al zijn kracht mijn haren waaide alle kanten uit. Mohammed kwam naast me staan. Best zielig, zei hij. Ik grijnsde en hield de kip op de kop. Daarna wierp ik het beest met een flinke zwaai omhoog. Een paar seconden klapperde het beest boven mijn hoofd. De kip daalde en ik greep hem met twee handen uit de lucht, wanneer ik het nog een keer deed. Mohammed kreeg een slappe lach. Laat mij eens, zei hij. Heel voorzichtig pakte hij de kip uit mijn handen en hield het beest zo ver mogelijk van zijn borst. Angstig sloeg het dier met zijn vleugels tegen zijn arm. Ook Mohammed leek bang. Toen wierp hij de kip keihard in de lucht en begon weer te lachen. Vanaf het eiland achter het huis, weiland achter het huis, kwam Beetje met een rotgang aanrijden. De honden begonnen weer te blaffen. Alsof een voetbal overgooide, gooiden Mohammed en ik de kip over. Hij bleef even tussen ons inzweven, waarna we weer opvingen. Als een kip misselijk kon worden, zou hij dat nu zijn. Hij werd weken en vertoonde steeds minder verzet. Alsof we een zak overgooiden. Beetje reed lachend rondjes om ons heen en tussen ons door. Hij ging op de brommer staan terwijl hij met één hand het stuur vasthield en met zijn andere hand in de lucht stak. We gooiden de kip over hem heen. Na een paar minuten zei Mohammed, jongens, hij beweegt niet meer. Hij hield de kip in zijn handen, de herder blafte naar Mohammed. Gooi dan, schreeuwde Betje. Ik stond ongeduldig met mijn handen gespreid te wachten, maar Mohammed liet de kip uit zijn handen vallen in het drassige gras. Even bleef hij stil liggen. De hond snuffelde aan hem. Na een paar tellen kroop de kip dronken richting een struik. Zijn veren zaten vol natte aarde. Betje sprong van de brommer en liet zich op zijn rug in het gras vallen. De brommer reed nog een paar meter door, terwijl Betje lachend een kakelende kip imiteerde. Dankjewel.